Ja, nice. Welkom bij aflevering 2 van Pokémon TCG Online. En ja, dit is leuk, want ik heb nog een packie. Nog een paar packies om te openen. Want dit is een nieuwe. Die had ik trouwens nog niet geopend, de Jelly Grinds. Want die had ik ook nog maar net, blijkbaar. Want ik start hem op en ik had hem gelijk. En hoe is het? Het is een Aggroal. Single Strike of PRC. Dit is heel goed voor hoe heet het die ook weer? Ja, de Single Strike. Even kijken wat hij zegt. Dus Single Strike discard is attached to can use the attack on discard. You still need the necessary energy to use this attack. Balance Breakthrough. Dat is een 120 damage kaart. This attack damage is het affected by weakness or resistance or by any effects on your opponent's active Pokémon. En dit is een single strike move. Dus dan kan ik onder andere voor mijn Heracross gebruiken of voor mijn Quailface of voor mijn Weedle en Expedition Uniform. Look at the bottom 3 cards of your deck and put them on the top of your deck in any order. Okay. Dan en deze ga ik ook nog gaan openen. En in de vorige aflevering wou ik nog de Pokémon Battle doen. Met een nieuw deck, maar dat ging helaas niet worden. Dus. Ah. Oké. Oh, leuke kaarten, maar niet de kaarten wat ik wou. Trainer. Oh ja, dit was trouwens de box wat ik had. En dit zijn de sleeves. Dit is een van de coins wat er blijkbaar in zou moeten zitten. Oké. Okay. Oh nee, wacht. Nee. Dat is niet de coin. Want ik weet hoe die coin eruit zag of ziet. Ja. We gaan een deck bouwen in deze aflevering. Ja. Standaard. Want ik weet ook wat voor kaart dat ik erin ga doen. Even kijken. Ik ga geen hoe heet dat? Ik ga sowieso even kijken. Energies. Maar ik ga most ik wel sowieso hier perfect hebben. Nee, wacht. Hey.
Ja, ik heb toch geen... collection? Yes. Ja, ik weet nog niet of ik een deck wil bouwen. Oh ja, nee. Hier heb ik het grootste 8 van. Vraag me niet hoe. Ja, ik heb er gewoon 8 van. Kijk, dit zijn alle... Oricorio. Ghost type. Variant ervan. Heb ik er 4 blijkbaar van? Van nee. Oh ja, deze was ook altijd wel fijn om te hebben. Want die heeft een core enforcer. En smash het grootste ook een like. En abonneer ook op mijn YouTube kanaal. Even kijken. Want ik ga even op zoek naar een... Even op zoek. Oh ja, ik heb trouwens ook die nog. Ja. Huh? Oh ja, die had ik trouwens in de vorige aflevering gehaald. En voor de rest heb ik eigenlijk niet heel erg veel bijzondere meer. Dat ik weet. Even kijken, ja, ik heb al een V daar. Even kijken. Nog een V. Een GX. Nog een GX. Was dit een V of... Volgens mij een V. Oh ja. Dit is trouwens een V-Max. Volgens mij heb ik hier een V van. Ergens liggen. Huh? Oh ja, dit was zo'n V-Star. Maar moest ik een V voor hebben om hem te kunnen aan even naartoe kunnen aan het even liggen. Een GX. Even op zoek naar... een bepaald Pokémon. Wat ik snel zag. Een Eldeklas. Oh ja. Deze ken ik niet heel goed. Volgens mij... kan deze nog een keer naar een vies... Star of een V-Max evolueren. En ik heb ook een paar legendaries natuurlijk. Wat ik ook gewoon heb gekregen. Ja. Even kijken, dit is een character gerg. Ik wist niet dat ik die had. Oh ja, deze is trouwens nieuw. Van bepaalde Pokémon waar nog nieuw bij staat. Ik wist niet dat ik... Of ik ze... Ja, natuurlijk wist ik dat ik ze heb. Of had. Van bepaalde Pokémon wist ik niet meer dat ik ze had. Oh, dit is een character rare. Glow away bomb. Oké. Geen
Heel bijzondere kaart was het voor de rest. Huh? Cyclone Kick en Katana Karas Beats Down GX, oké. Even op zoek naar Mimikyu, zag ik. Mr. Mai. Perfect over Mr. Mai. Het kan ook een meisje zijn. En dan heet het nog steeds Mr. Mai. Wat raar is, want het zou dan het Mr. Mai zijn. Maar ja, dat zou de volledige naam veranderen. Maar ja, deze, als jullie hadden opgelet, zagen jullie dat ik deze in de vorige aflevering heb gekregen. En gaat er niet vanuit dat dit een vaste serie gaat worden. Oh ja, deze heb ik trouwens ook in het echt. Want ik heb hem ergens liggen achter me. Op een tafel. Even kijken. Op zoek naar. Dan. Doe ik even alle Lost Origin kaart. Ik zei toch dat ik die het echt zou hebben of een andere. Volgens mij als ik lees hier. Ja, ik heb Glacier. Ja, dat is echt. En dat is Spectrier. Dat je kan zien. Top. En even een kleine aankondiging voor binnenkort. Ik ga vanaf morgen. Dat is voor jullie al een week geleden dan. Want deze video komt een week later online. Ga ik. Digimon kaarten bestellen via Game Mania, de site. Ik ga denk ik ook daar zo'n mini-serie van 3 afleveringen doen. Ja, dan weten jullie het alvast. Dan ga ik even het enige challenge toch even doen. En je kan ook met bepaalde deckboxen kan je ook level ups volgens mij gaan. Natuurlijk ben ik dat. Oké. Gelijk een goede start heb ik. Oké. De tegenstander mag beginnen. Die gebruikt een Bidoof. Oh ja. Een Acrobike, oké. Yeah.
Okay. Dit is een goede start voor mij al. Want ik kan het nu... Top. Niks meer doen. Want ik heb nu genoeg eit. Ik kan niet veel hits meer hebben. Dus ik ga die doen. Top. Want ik ben slim bezig. Okay. Yes. Nice. Okay. Want ik had als het mee zet, als ik nog één kaart ik kan hem niet aanvallen. Yes. Nice.
prijskaarten al kunnen pakken. En top. Nu kan ik. Ah. Tweede prijskaart. Oké, dat is een Polaico. Top. Oké. Ja. Dan moet ik helaas al mijn energies discarden. Maar. Ja, top. Die doe ik. Oké. Top. Dan doe ik die. Dan pak ik even een aantal matige energies. Want ja, dat moet ik doen voor de aanval. Ja. Oké, top. Nee, aan de verkeerde Pokémon. Maar ja, dan pak ik nog een keer geen waterige energies. Top. Oh ja. Nu moet ik het wel goed doen. En Vaporeon. Hoeveel damage kan hij gepumpen? Maar, ja, ik ga. Ja. Magikarp. Want ik hoop dat ik ook een. Top. Ja, de laatste drie watergeindertjes. Die doen. Ik heb weinig beperkt en ja. Ik zie wel wat er hier daar gaat gebeuren. Ik kan nog mijn. Ja. Ik wacht nog wel een beurt, want ik kan voor de rest niks. Oké, nu kan ik. 100 damage. Jammer. Want ik vind het raar dat die niet gaat aanvallen, want ik kan veel schade aanrichten. Die kan letterlijk mij veel schade aanrichten. En
merken dat diegene me een makkelijke winst gaat geven. Wordt dat een winst voor mij? Ga ik dit potje winnen? Dat is makkelijk. Is dit gewoon een makkelijke win? Ja. Is dit gewoon heel makkelijk voor mij? Niet zo winnen. Want ik ga die even retreaten. Dan zo. Dan doe ik dit. What the fuck? Ik heb gewoon gewonnen. Excuse me? Ben ik gewoon level up gegaan? Heb ik dan ook? Ja, ik heb ook gewoon een pack erbij. Die gewoon ook gelijk op deze aflevering. Excuse me? Was dit gewoon te gemakkelijk voor mij? Laat me iets goeds lezen. Oké, shape him. You see me? Really good. Nice. Ga ik even naar de shop. Dit ga ik dan wel voor de volgende aflevering doen, alvast. Dex. Want gameplay. Alvast kijk voor een volgende aflevering, bijvoorbeeld. Maar ja, dan sluit ik hierbij ook de aflevering af. En dan zie ik jullie bij de volgende aflevering. En ja, misschien dat ik in de volgende aflevering iets nieuws ga doen. Een deck bouwen, misschien. Maar ik weet het nog niet. Dan zien jullie me bij de volgende aflevering. Adios!